Kijk, want ik wil hier omhoog, zodat ik die ene sprongen naar rechts weer kan halen. Maar het lukt niet, ten eerste van de wind en ten tweede omdat het gewoon te hoog is. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Super Mario Maker, map van een kijker. Vandaag checken wij wederom even de comments, om te kijken wat jullie hebben geplaatst. SMM2, escape room, etc. Haal je pen en papier, je hebt ze wel nodig. Grab some pen and paper and let's find some treasure. Shite, meneer Giant, shite. Eentje heeft er 1 minuut 45 over gedaan. Dat is letterlijk de enige die het heeft gedaan. Escape room Death Pirate V1. Juist. Death. Alleen bij de T zit er een pauwblok. Oh, hey, wat hebben we hier? En we hebben hier een checkpoint. Volgens mij ga ik nu terug. Ik wil hier nog niet zijn. Was leuk. We hebben genoten. Death Pirate. Whatever. Oké. We moeten eerst even gaan kijken welke kant wij op zullen moeten gaan. Ik ga eerst wel even omhoog hier kijken wat de bedoeling is. Geen idee. Is dit een tekst wat hier staat? Of... misschien moet ik iets met die vormen doen of zoiets. Laten we even door de eerste deur heen gaan. Zien we het vanzelf wel. Ho. Oké. Moet ik gewoon sprinten? Of moet ik een buis kiezen? Of moet ik gewoon... Dat is een kutactie. Ik wilde wel in zo'n buis, maar er wordt gewoon, ja, shit afgeschoten. Oké, nu even niet stom springen. Dat ik weer naar beneden val en uiteindelijk niet meer omhoog kan. Zo. Even kijken. Blauw, geel, rood, groen. Ik weet niet of we die volgorde moeten onthouden, maar blauw, geel, rood, groen. Oké, dan komen we hier uiteindelijk aan het einde. Maar wat moet ik hier? Zal ik anders hier gewoon even... Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om zo lang uit te vogelen om überhaupt te kijken wat de F ik moet doen. Oké, tweede deur. Nice. Heel nice. Heel cool. Ik heb hier echt geen zin in. Speedruns gek maken. Speedrun level best op gedaan. Joost heeft het level namelijk al geweest. Joost heeft het level namelijk al gespeeld en deed er vervolgens zijn thumbnail en titel 1,5 uur over. Oh, volgens zijn thumbnail en titel. Oké. Dus je bent beter dan Joost, doe het sneller. Oké. Oh my god. 0,35%. Fuck. Dit is nog lager dan die ander. Alhoewel, die andere werd ook maar 99 keer gespeeld of zo. En deze is echt al een aantal duizend keer gespeeld. Well, great. Laten we gaan. Door de deur. Om er vervolgens gelanceerd te worden. Aha. Oké. Ja, ik was even het concept van een speedrun vergeten. Omdat het zo melodisch word je erin gegooid. Ik weet niet. Ik krijg niet de emotionele druk hiervan of zoiets. Waarvan ik zit van, oké, ik moet haast maken. Soms ben je het heel sereen. Met de muziek erbij. Zo. En dan lekker sterven. Daar moeten we waarschijnlijk spinjumpen. Dat kan bij deze, toch? Ja, oké, daar moeten we spinjumpen. Moet het op zich speedrun? Want volgens mij kan het ook wel. Kan je het ook best wel chill aanpakken. I don't know, dude. Doe ik het weer. Omdat je constant A. En dan opeens. Oh nee, spinjump. Het haalt je uit het momentum. Goed, 1,5 uur, zei Jones. Ik heb geen zin om 1,5 uur hier te zitten. Dus hopelijk kan dat sneller. Waarom zit dit daar, by the way? Want ik spring er elke keer overheen. Nou, hemeltje toch. Ik vind het begin irritant dat je elke keer moet springen door die deur heen. Want het zou zoveel simpeler kunnen zijn geweest als je gewoon naar rechts loopt tegen een muur aan. Nee, je moet een sprongetje maken. Dat maakt het zo gebruikersonvriendelijk. Oh, nee. Hoe lang zit ik hier al vast? 4 minuten. Oké, we gaan nu op voorzichtige modus. Ik ben nu iets van een aantal keer gewoon onnodig
gestorven zoals dit. Ik wil het eventjes voorzichtig aanpakken. Deze sprong valt daarentegen niet voorzichtig te doen. Maar na de cirkelzaagje, of bij de cirkelzaagjes, kunnen we het best voorzichtig aanpakken. Oké, okay. Cirkelzaagjes. Zo. Zo. Oké, okay, dat is goed. En dan stoot ik mijn rotkop tegen een randje. Hold up. Dit stijgt. Dat is dus het effect van een speedrun. Dat is hetgene waarom het een speedrun is. Duidelijk. Oké. Ik zat ervan, ja, ik voelde geen emotionele druk. Dat is de emotionele druk. De paarse drap die omhoog borrelt als een mislukte soep. Ho! Oh, ik leef! Ah, ik leefde. Moet je er onderdoor? Kan dat? Nou, die anderhalf uur van Joost kan ik best wel evenaren op dit moment. Want ik ben nu een kwartier verder dan waarschijnlijk mijn vorige commentaar. Ik ben geen steek verder gekomen. Kijk, er staat, zeg maar, Z op de achtergrond staat er. Maar je kan het dus ook zonder die Z doen. Met Z proberen ze, probeert de maker te vertellen die aan de twirl jump. Maar die is daar helemaal niet nodig. Ik heb hem al een aantal keer zonder gedaan. Kijk, die bedoelt hij. Dat is de Z-jump. Ja. Oh my god. Ik trap er elke keer in. Je zit zo in dat momentum. Van die sprongetjes. Van hup, hup, hup. En dan opeens. Oh nee. Toch iets anders ineens. De vraag zal misschien in je opkomen. Waarom speelt hij dit wel langer? En die ene andere puzzel escape room level niet. Ja, yeah, ja. Yeah. Ik weet niet, ik vind puzzels niet zo leuk. Oké, hoe werkt... Ja, man. Ik ga die Z-jump daar niet doen. En ik irriteer me er nu al dodelijk aan dat ik die Z-jump überhaupt moet doen. Want het haalt voor mijn idee de snelheid eruit. Z-jump, come on! Ik... Oh my god. What? Come on, dude! Dan fucking Z-jump ik erop en dan fucking word ik alsnog kapot gehapt. Je dik. Stik er maar in. Oh, ik deed het juist. Ik moet er onderdoor. Dan kan ik, als het goed is, door. I guess. Oh. Oké, where do I go? Dat is toch veel te ver? Dat kan ik niet zo snel, dude. Ik bedoel, fuck, ik ga al zo snel. Oh, allemaal nieuw terrein. Dat was allemaal nieuw. Dat was allemaal nieuw. Hey, primeurtje. Hoppapaparapapapa. De exact dezelfde fout, omdat die shit neerklapt. Niet dezelfde fout. Wel dezelfde fout maken. Loeloeloe. Oké, status update. Ik zit 34 minuten en 25 seconden op het moment in deze opname. Zodat je er een beetje een beeld bij hebt van hoe lang het ongeveer duurt. Ik denk, ik vermeld het gewoon even. Dude, where do I go? Het is niet te zien. Ik moet dus verder dat schansje pakken en dan doorgaan. Oké. God, dat is echt niet te zien. Want je moet een beetje het blinde inspringen, lijkt wel. Godverdomme. Tuurlijk schieten ze vuur af. Tuurlijk doen ze dat. Tuurlijk, maak het nog maar lastiger dan het al is. Oh. Come on. Eroverheen. Nee, tyfusleier. Waarom pak je dat nou weer vast? Daar druk ik ook gewoon geen eens op. Ik denk dat ik überhaupt geen eens het geduld heb om het anderhalf uur vol te houden. Laat staan het gewoon completen in anderhalf uur. Fuck, dude. Ik heb nog andere dingen te doen. Alsjeblieft, zeg. Really, dat ook nog. Dan kom ik er eindelijk en dan moet ik fucking Z-jumpen. Natuurlijk moet ik Z-jumpen, omdat dat de 100ste keer is dat je me vertelt dat ik moet Z-jumpen. En dat is eigenlijk daadwerkelijk de eerste keer dat ik het moet benutten. Oh! Nee! Waarom houdt hij zich daaraan vast, je zak? Ik hou het pijltje geen eens omhoog ingedrukt.
Nintendo, werk dan even aan de gevoeligheid van je shitcontroller. Come on. Ja, hou maar op. Titel. Don heeft niet meer geduld dan Joost. Zo'n verlangen om mappen uit te spelen heb ik nou ook weer niet. Oh, om een beetje een beeld te geven. Ik tik nu net een ander mapje aan, maar ik zit nu 52 minuten in de opname. En waar kwam ik? Nou, niet veel verder. Goed, Red Bombo. Mario heeft een berg en beklim de berg. Oké, beklim de berg. Jammer. Ik ga wel naar binnen. Prima, ik ga wel naar binnen, hè. Oeh, hemel. Hold up. Waarom gaat hij de verkeerde kant op? Kom terug, mushroompie. Deze kant op. Zodat we uiteindelijk bij de Koompa... Oh, die wind is wel zeer tergend. By the way. Dit gaat me dood worden. Het is bijna mij dood. Ik zie een haak. En ik kom er niet bij vanwege die... Wind. Natuurelementen in videospelletjes. Nee, oh my god. Ik kon niet springen. Ik sprong, maar er gebeurde gewoon niks. What the shit? Hier, ik blijf naar links wapperen. En nu naar rechts. Hoppa. Oké. En hop. Door. Mag ik de buis in? Is het zonder buis? Ik dacht het is met buis. Oké. En hop. Ja, dan haal ik die sprong niet. Whee! Oh, ik moet de Wearful Wind hebben. Mag ik? Yes, thank you. Moet ik links pakken? Blijkbaar wel. Hop. En naar rechts. Wat zit hierin? Vlammen. Mijn favoriet. Hop. Oh, hemel. Wat zit hierin? Een vuur power-up. Give me. Thank you. Huh? En ik ben hem alweer kwijt. Dankjewel, vlammen. Erg cool. Dit is zeer akelig. Wat? Ik ben er vanaf gehoekt. No. Nu moet ik het hele pokkenproces weer afwachten. Oh, zeer lullig. Daar gaan we twee power-ups. Hup. Alright. We zijn onderweg. Mag ik wederom een power-up? Dank u, schön. Oh, hey, mol. Dat was naar. Mag ik? Yeah. Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling. Op. Vervelend. Het is allemaal zo vervelend. Oké, die gaat schakelen. Ik weet niet of ik in de haak terecht moet komen. Maar ik moet in ieder geval de wind tegenwerken. Aangezien wind is gewoon vervelend. Ik ben voor windenergie. Maar zo wordt het me toch even een partijtje irritant. Hey. Kan ik niet gewoon doorhaken naar rechts? Oké, dude. Nu moet ik die hele worm weer afwachten. Moest wachten op de worm. Wind stoot. Ging dood. Heel mooi. Heel fijn dat ik weer alles opnieuw moet doen. Oh, hier is een checkpoint. Oh, als ik dat nou eens even eerder wist. Tevens. Nou, wederom op de groene worm. Ik heb hier ook geen checkpoint gezien, eerlijk gezegd. Is dat wel mogelijk? Ik wacht de groene worm wel af, oké? Ik moet even niet zo eigenwijs zijn en niet mijn eigen plan willen trekken. Dus we wachten gewoon de worm af. Gaat de worm door dat gat heen? Blijkbaar. Alright. Wurmpie. Oeh. Daarboven is blijkbaar ruimte. Ja, volgens mij kon ik hier inderdaad gewoon omhoog klimmen. Oef. Dry bones, please leave me alone, please. Moet ik omhoog of moet ik gewoon door de buis? Het is een beetje... Checkpoint wordt zeker gewaardeerd.
Kan ik deze skeleton treintjes activeren of nee. Oh, Monty Mole, jij bent geflipt, jij. Ga weg, ga weg, ga weg. Hoppa, dat werkt. Hoppa, that'll do. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar het heeft gewerkt. Monty Mole, flikker op. Do I need this? Oh, Yoshi. Hello, Yoshi. Where do we go now? Opper Jones? Oh, dit is een vuur Jones. No, Jones. Jones. Oh nee. Laat me los, klote haken. Alsjeblieft, Jones. Kom nou terug. Jones. Dank u. Kijk, want ik wil hier omhoog, zodat ik die ene sprongen naar rechts weer kan halen. Maar het lukt niet. Ten eerste van de wind. En ten tweede, omdat het gewoon te hoog is. Tief nou eens op. Met die wind. Het is in een berg, toch? Waarom is het... Ik ben met een buis in een berg gegaan. Waarom is er wind in een berg? Fuck it. Kut maar op, Yoshi. Ik wilde Yoshi meenemen. Lukt niet. Fuck it. Alsjeblieft een checkpoint. Alsjeblieft zeg. Nee. Oh, klote wind. Oh, ja, tuurlijk. Ja, tovenaardag. Alsjeblieft, geef me een checkpoint. Oh, daar is het einde al. Hoppa. Wat een verschrikking die wind, zeg. Wat een verschrikking. Ongelooflijk. 7 minuten. Oh ja, prima. Hij was leuk. Weet je? Was ook een makkie. Jongens. Ja, ik moet even detoxen na al dit. Dit heeft mijn bloeddruk zeker doen verhogen. Dus het is tijd om te stoppen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!